Het is zo dat we serieus nood hebben genomen van een Facebook-bericht dat toch wel aangemerkt mag worden als een dreigement. En u mag weten, de regering heeft dat zeer serieus genomen. Aan de ene kant wil je natuurlijk ook niet wegcijferen dat het een hoax kan zijn of whatever, maar we nemen elk dreigement serieus. We hebben de president heeft daarom gemeend de verschillende veiligheidsinstanties bij elkaar te roepen. De koppen bij elkaar te steken om te kijken wat hieraan gedaan kan worden. Als we denken aan cybersecurity maatregelen, en u mag ervan verzekerd zijn dat we alle maatregelen in plaats hebben. Van nu tot in de ochtend zal de bomschot op de verschillende locaties ook hun inspecties doen om te garanderen dat in de ochtend wij met surveillance slechts de verdere veiligheid kunnen garanderen. En we daarmee zeggende dat in principe wij de totale rust bij deze aankondigen, dat er wel gegarandeerd de mensen kunnen zijn van een zekere mate van veiligheid. Ik begrijp dat de schoolinstellingen wat berichten hebben rondgestuurd. Dat is ook goed dat men al de boodschap heeft gekregen van de veiligheidsinstellingen, dat de instructies gekregen hebben. Dus we mogen verwachten dat de komende uren ook de verschillende scholen, ik begrijp de universiteit, deze berichtgeving deelt met de studenten, dat men gerust naar school kan gaan, naar de universiteit kan gaan. Dat wij nu ons werk tot in de ochtend doen en in de ochtend, na de school beginnen denk ik 7 uur, wij ook de surveillances doen, de mensen begeleiden. Zodat er geen onnodige paniek wordt gezaaid, maar dat de continuïteit van het onderwijs gegarandeerd kan zijn. Er zijn ook wat andere berichtgevingen van schoten die gelost zijn, blijken dus op onwaarheid te berusten. We hebben die dingen ook goed geverifieerd. Ja, de eerste indruk natuurlijk is het een cybersecurity case. Het is een case waar u achter iemand aangaat. Het zijn IP-adressen die allemaal omgeleid kunnen worden. Dus de zaak is in onderzoek. Eerste indrukken zijn natuurlijk dat het een hoax zou zijn. Maar dat is wat ik zeg, wij nemen elke dreigement serieus. En vandaar dat wij nu tot de ochtend, dat wij zeker weten dat de zaak nageverifieerd met de bomsquad die veiligheid kunnen garanderen. Tenminste de zaak clearen op de locaties. En dan gedurende de ochtend op scherp zijn. En als we dat doen, dan kunnen de studenten veilig hun zaak vervolgen. Sowieso hebben wij contacten met onze buitenlandse partners en dan geven we dat door. Op dit moment zien we deze issue als een Surinaamse issue. En we lossen het als zodanig op. Ik denk dat wij, zoals de VPD heeft aangegeven, we alle rust willen blijven bewaren binnen onze samenleving. En laten weten dat u te alle tijden, als u ook iets zou merken dat u niet aanstaat of waarvan u denkt dat het verdacht is, het doorgeeft. Maar wij zijn op onze plek om ervoor zorg te dragen dat Suriname veilig is en blijft.